Ik zou de bloemisten graag willen adviseren goed te luisteren naar de wensen van de bruid en de bruidegom. Kijk goed naar de postuur van de bruid en pas daar je bruidsboeket op aan. Ik ga een bruidsboeket maken met veelal warme tinten. Zoals u kunt zien heb ik dus cerise, zalm, oranje-achtige bloemen. Dit zijn orchideeën. Dit is de Vanda-orchidee en dit is de Phalaenopsis. Zijn beide uit Nederland. Prachtig qua kleurencombinatie. Ik ga beginnen een basis te maken van het groen. En daartussen zal ik dus mijn bloemen verwerken. Ik begin in het midden en ga dus naar beneden. En ik maak een soort van stolp. Ik leg dus alle takjes op elkaar en probeer dus deze vorm te krijgen. En continu draai ik eigenlijk mijn boeket, zodat ik goed zicht op heb dat hij dus mooi rondloopt. De knoesten, of de uiteindes van de stelen, knip ik een klein beetje weg. Zodat hij straks niet in de weg zit. Dit is het centrale punt van mijn boeket. Dit is dus het bindpunt van het boeket. En hier komen dus ook alle stelen tezamen. Ik zorg dat de stelen netjes schoon zijn. En ook telkens leg ik onder mijn vinger, onder mijn hand, alle steeltjes. Dan heb ik hier een fantastisch materiaal. Dit is papierdraad. Dus draad omwikkeld met papier. Dus zacht voor de stelen, dus ideaal om mee te werken. Als volgt, je legt de uiteinde van het draad onder je duim. Dan bovenlangs even goed aantrekken. En dan wikkel je hem door naar beneden. En dan voor de zekerheid kunnen de twee uiteinden met elkaar verbonden worden. Dit is dus de basis van het bruidsboeket. En hierin zal ik dus mijn bloemen steken. Ik ga beginnen met de ranonkels. En door het gebruik van de greenbells knalt die bloem er eigenlijk uit en krijgt u dus in het boeket een speciaal plekje. Al deze stelen gaan ook parallel in het boeket. Ik gebruik er niet al te veel. De hoofdbloem is eigenlijk de mooie orchideeën. Het boeket moet weer afgewikkeld worden. Dat doe ik eigenlijk telkens, zodat ik zeker weet dat het boeket goed stevig is. Ik begin met de Phalaenopsis. En om te beginnen wordt ieder bloemetje op draad gezet. En dat doet u door middel door een haakje te maken. U maakt er een oogje aan. Leg je het oogje op het steeltje. En dat duw je een beetje tezamen. Dan pak je de lange over de korte. Tezamen met het steeltje. Goed stevig aantrekken. Niet te hard, want anders breekt het steeltje van de Phalaenopsis. En langzaam aandraaien naar beneden. Dat doe je dus eigenlijk met alle Phalaenopsis. Ook met de Vanda. Om het nog beter te verstevigen, heb je dus caoutchouc nodig. Je hebt verschillende variëteiten. Ik heb gekozen voor de brede. Alle steeltjes en het draad moet dus omwikkeld worden met caoutchouc. En ik gebruik caoutchouc zodat het draad niet wegglipt uit mijn handen. Door de warmte van mijn vingers en het uittrekken van het caoutchouc blijft er dus eigenlijk perfect aan het draad zitten. Je trekt er een klein beetje aan. Je draait hem nog eens een keer een klein beetje rond. En je trekt hem af. En het laatste gedeelte kan je met je vingers nog een beetje aandrukken. Zodat je zeker weet dat hij stevig is. Dat doe je dus zowel met de Phalaenopsis als met de Vanda bloemetjes. Zo, dus dat is klaar.
Dus ik kan mijn bouquet weer oppakken. En dus een mooie plek gaan zoeken voor mijn orchideeën. Ik doe de finishing touch, dus nog een paar orchideetjes. Een paar takjes groen nog. En dan is die klaar. Dan knip ik hem op een bepaalde lengte af. Hangt helemaal af van de bruid op welke lengte je hem wil hebben. Sommigen willen hem op de arm dragen. En dan is het erg mooi om de stelen wat langer te houden. Maar dit keer heb ik gekozen dat je het dus mooi recht voor je kan dragen. Weer mijn papierdraad. Hiermee ga ik hem afwikkelen. Dus onder de duim. En dan bovenlangs. En waarom bovenlangs? Zodat ik zeker weet eigenlijk dat hij nooit uit mijn hand meer glipt. Goed stevig aandraaien. En dat doe ik op twee punten. Alle knoesten wegknippen. Alles gelijke lengte. Heb ik dit lint gekozen. Het is ook erg warm van tint. Ik gebruik nu rond de 2 meter. Dus onder de duim begin je met het draaien van het lint. Goed stevig aantrekken. Zodat je zeker weet dat hij niet wegglipt. Je blijft hem ronddraaien. Zorg dus dat je kleine ringetjes maakt. Dat het mooi verdeeld is. En door het gebruik van een speldje. Gewoon een klein speldje, die heb je in zilver, die heb je in zwart. Die steek je in het lint. En dan in het bouquet. En zorg dat de bruid hem niet in haar handen krijgt. En dan ga ik het een klein beetje draperen. En in dit lint is het draad verwerkt. Dus je kan het eigenlijk alle kanten opbuigen. Steeltje omhoog in het bouquet. Je drapeert hem eigenlijk weer. Dus onder je duim hou je telkens het lint op zijn plek. Dan weer een speldje. En dan kan je alles nog eventjes netjes op zijn plek leggen. En dan heb je een mooi, sierlijk, elegant bruidsboeketje.